Ik zou je zeggen, we hebben vandaag echt, nou, tenminste heel dit weekend, een kutdag. Als ik het zo grof mag. Kut weekend. Ja, we mogen niet zo verschelden, maar we hebben het echt vandaag, deze week, zijn we gewoon elkaar in de haren gevlogen. Vrijdag is meestal onze vlogdag, maar dat zat er gisteren ook niet in, omdat we eigenlijk mega gekke fitty hebben gehad. Ja. Gewoon met z'n drieën eigenlijk. Ja. Maar in ieder geval jongens, omdat we zo down zijn en omdat we gisteren ruzie hebben gekregen, gaan het verhaal misschien zo vertellen. Het was eigenlijk, ja, ik ga jullie zo meteen wel vertellen. We staan nu voor de drive-thru. En we dachten gewoon, wat is het enige wat ons beter, wat ons weer een beter gevoel geeft? Ja. En de drive-thru houdt in, het heet Hollywood's Wacky Waffle. Ja, dus als jullie bekend zijn met Pâté de Kaai, drive-thru, zou ik zeggen. Ja. Ze hebben letterlijk alles, jongens. Wat zou wij nemen? Ik heb eigenlijk ook niet milkshake, zie ik staan, bubble waffle, crunchy waffle, lollies. Ik weet nog niet wat we gaan nemen, ik denk dat we daar even door gaan rijden. Want er staat iemand achter ons. Oh, oké. En daar even gaan kiezen wat we willen. Maar het ziet er echt mega gezellig uit, jongen. We hebben dus net besteld. We hebben eigenlijk drie soorten dingen. Een soort lolly stick of zo. Ik heb geen idee. We hebben gewoon gevraagd, wat is jullie bestseller? En toen kwam ze met een of andere. Een unicorn met candy iets. Ja, dus als jullie nog ideeën willen van wat jullie kunnen doen. Nee, dus als jullie ongelukkig zijn. Ja. En down zijn. Of en een emo, beter gevoel willen. Of een beter gevoel willen. Ga naar deze drive-thru, want ik heb mijn eten nog niet. En ik begin al nu te lachen. Ja, ik ook. Want gewoon ik heb er al echt aan de rij. Ja, het is een soort American vibe, zeg maar. Ja, ook omdat dat met je Hollywood café, het is wel leuk, zeg maar. Ik heb er wel trek in. Want we hebben ook lekker net Souto gegeten. Mama had Souto gemaakt. Ja, mama had Souto gemaakt. Hoe lekker. Ja, we hadden echt naar lange tijd. Ik denk sinds de Souto vlog. Oh ja. Sinds de Souto vlog, denk ik. Ja, denk hebben ik wij geen Souto meer gegeten. Nee. Jongens, als jullie de Souto vlog nog niet hebben gezien. Check hem nu. Ga hem checken. Want ja, we maken een spangen Souto. Ze hadden daarnaast dus ook, wat was dat soort? Heb je dat niet gegeten? Lamscotelet. Nee, lamscotelet met gebakken rijst met ei. Hebben we dat een keer gevoeld? Mijn vader maakt een soort, ik weet niet. Oh, ik krijg waterkrammen ervan. Van wat? Het is zo lekker. Ik ga het een keer vloggen. Wat? Ja, ik weet niet. Het is een geheim recept van papa. Dan? Ja, een soort peper met komkommer. Komkommer, ik zeg altijd komkommer jongens. Met komkommer, chilipeper, koriander. Vind ik echt goor. Oh, lekker. Het was zo lekker. Met lamscoteletjes en gebakken rijst. Maar wisten jullie dat de film ook weer open is? De film. Ik zei het echt als een zoek. Ik heb echt nog hoofdpijn. Hoorde je wat ik zei? Nee, wisten jullie dat de film weer open was? We hebben trouwens een vriendinnetje, Rachel. Ja. Die woont in Su. Dus Rach, als je kijkt. We missen je. We love you. En we komen en snel. Kom, wij zijn gewoon jullie de touwtjes. Jullie kennen Rach niet. Maar Rach is gewoon onderdeel van de touwtjes. Zijn zusje nummer vier. En ze woont niet hier in Nederland. Maar ze komt ons meestal altijd en sowieso altijd, één keer in het jaar opzoeken. Altijd. En dan blijft ze echt 3 weken of zo bij ons slapen. Ze blijft gewoon echt bij ons slapen. Ja, ze slaapt niet in een hotel. Nee. Bij iemand, ze blijft echt bij ons. En het altijd als ze is, voelt het gewoon weer vertrouwd. Ja, en zo. Ja. Maar jullie kennen haar niet. We hebben het ook eigenlijk nog nooit over haar gehad. Zij maar we denken wel altijd ons hartje. Zij is echt ons zusje aan de andere kant van de wereld. En daarom praten we soms ook zo. Ja, ik neem echt de laatste tijd Rush. Ik neem echt jouw accent over. Het is zo erg. Vandaar praten we ook soms zo. Als zij hier in Nederland is, dan neem je heel snel accenten over. Dus dan gaan we echt, we moeten ook soms lachen om haar accent. Ook zo. Nee, echt niet luid. Wat er dus is gebeurd, is eigenlijk dat wij dit weekend zouden filmen. Dus eigenlijk een vlog zouden opnemen. Maar we hebben gewoon keiharde beef gekregen. Eigenlijk ik en Shaya hebben beef gekregen. Eigenlijk om het feit dat zij de baas speelt in huis. Maar dat is normaal, want ze is de oudste. Dan heb je altijd zeg maar een beetje het moederfiguurtje. Ja, ben je gewoon, wil je een soort moederlijk spelen.
ja, we dagen elkaar gewoon altijd wel uit met bekvechten. En voor je het weet, ik denk dat iedereen dat wel eens thuis hebt meegemaakt als zussen of broers. Ik denk ook dat mensen zouden liegen als dat niet zo was. Dat ja. je elkaar gewoon in de haren vliegt. Zij hebben elkaar letterlijk in de haren gevlogen. Ja. Ik dacht echt op een gegeven moment, ik moet mijn camera erbij pakken en gewoon zeggen, Worldstar. Ben jij inderdaad? Zo weet je dat van het filmpje van die twee zussen. Dat zusje die taart zo kapot slaat. Zoiets was het, maar dan in de fitty. Jongens, ik heb gewoon, ik moest er, ik zat te kijken. En ik dacht eerst, oké, ik ga niks doen. Want ik heb gewoon geen zin hierin. Ik ga niet mezelf nu daartussen zetten. Want het gaat een keer niet over mij. Ik ben ook blij. Maar uiteindelijk ben ik er toch tussen gaan komen moeten staan. En toen heb ik gewoon ook zelfs er wondjes aan overgehouden. Ik heb bijna mijn vinger gekneusd. Ik loop met een pleister. Mijn nagels waren gelukkig al gebroken, ja. Dus dat kon niet. Gelukkig maar moest ik mijn nagels doen, dus met mijn nagels zijn weer helemaal fresh. Ja, ik weet niet, mijn ouders zullen het ook niet leuk vinden dat we dit nu vertellen, denk ik, aan jullie. Nee, maar het is maar wel de reality. Maar het is wel de realiteit, weet je. Kijk, wij gaan echt, we hebben de leukste band ever, ik zweer. We zijn echt de liefste zusjes voor elkaar. We kunnen het zo leuk met elkaar hebben. Maar dit is ook gewoon een kans. Maar daarom zeg ik, ik denk echt dat wij niet de enige zijn. En dat je dit gewoon open en eerlijk kan vertellen. Ik hoop dat het gewoon herkenbaar is voor mensen, weet je. En we weten ook allemaal dat het natuurlijk goed komt. Want daar zijn je zussen voor. Het is nu wel echt even gewoon, iedereen moet wel even afkoelen. Ja, het is gewoon ik denk ook dat we gewoon te lang op elkaar zitten. We zijn volwassen mensen die onder één dak wonen. En dat gaat dan soms niet. Dat en soms wel. Want soms hebben we echt heel veel momenten dat we het gewoon heel leuk hebben. Soms denk ik ook van de ruzies die we dan hebben, één keer in de zoveel tijd, die vallen dan echt nog wel mee. In verhouding met de leuke momenten die we hebben. En dat is ook de reden dat we nog gewoon met elkaar in één huis wonen. Ja, maar ruzies horen gewoon erbij, toch? Het hoort erbij, maar alleen soms mag het gewoon niet. Het mag niet. Het hoort erbij, maar liever niet. En het is ook allemaal over gewoon onzin. Echt onzin, jongens. Ja, echt. En ik denk ook dat we nog zoveel ruzies nog gaan meemaken. Ja. Hopelijk niet. Maar het is wel gewoon, we zijn wel gewoon wel down allemaal in huis. Want ruzie maken is niet leuk. Vooral niet met je zussen. Vooral niet als je onder één dak woont, want je komt elkaar letterlijk overal tegen. Ja, beneden, boven, maakt niet uit. En ik stond gewoon echt op het punt, jongens, jullie mogen het echt weten. Ik zei gewoon vanochtend, ik kap ook gewoon met de vlog. Ja, zeker. Ik kon gewoon niet meer. Ook gewoon, ik zeg je eerlijk, vloggen is leuk. We vinden het hartstikke leuk om content te leveren voor jullie. We hebben echt super lieve en trouwe kijkers. We hebben het echt naar ons zin sowieso. We hebben het naar ons zin om te vloggen. Vinden het leuk. Alleen, je bent met z'n drieën. Alleen, sommige mensen zeggen van, oh ja, jullie zijn met z'n drieën. Dus jullie hebben het makkelijker, weet je wel. Jullie delen zeg maar de zorgen. Jullie delen wat iemand alleen draagt. Dat draag je dan met z'n drieën. Maar eigenlijk, als je zussen bent en je werkt samen op wat voor manier dan ook, het is echt zwaar. Ja. Nee, je moet je aanpassen aan elkaars planning. En iedereen heeft natuurlijk een andere planning. Iedereen heeft een andere mening. Ja. Iedereen is volwassen. En weet je, en we hebben ook maar één camera. Dus niet zo dat één iemand de camera kan nemen en de andere. En dan dat je het in elkaar kan editen. Nee, dat kan niet. Ja, het is zo lang geleden. Ik kon het ook niet geloven. Ja. Dat ik dacht, hè? Echt misschien. Ik weet nog één keer, Schwester. Zodat jij mij echt maar half kaak gebroken, jongen. Nee. Schwester. Oké, maar vertel je ook waarom. Waarom? Ik weet je wat ze had gedaan? Oké, weet je wel ook waar? Ze was boos geworden op mij dat ik haar strings had gepakt. Zoiets doms. Het ging om een string. Hou het gewoon lekker bij je. Nou is het inderdaad niet dat we elke week een ruzie maken of iets. Maar soms kan je elkaar gewoon niet uitstaan. En ook als zussen, denk ik. Ja. Want je zit gewoon 24/7 op elkaar. Je ziet elkaar gewoon heel de dag door. En dat heeft zijn leuke kant. En natuurlijk heeft dat ook gewoon een paar nadelen. Want ja, je krijgt gewoon ruzie standaard in huis. Ja. Ik denk dat iedereen dat wel heeft. Ja. Dat je met je broer of zus ruzie maakt. En elkaar in de haren vliegt. En We hebben wel echt een harde bari gekregen van ons papa. Zeker weten. Dankjewel mevrouw. Oh, wat lief. Oké, jongens. We gaan naar unboxen. En wat we hebben is, wow, dit is fucking mooi. Wat is dat? Ik weet het niet. Wow! Oh, wow, jongens! Wow! Oké. Ik
unboxen. Ja. Maar mag en jij houdt het vast. Nou, mag ik ook iets unboxen? Nee. Hoezo niet? Dit is jongens een lolly met Oreo chocolate. En hij is helaas niet warm, maar wel lekker. Nummer 2. Oké, nummer 2. Oh, het is warm, shit. Oh, oké, okay. Geef dan die. Oeh, red velvet. Oh! Ja, daarom zei ik, wat de fuck ben je aan het doen? Oh, red pancakes. Pancakes. Oh! Wow, suikersmeet. Ik heb altijd wel iets met suikersmeet willen eten. Oh, deze is echt cool. Eerlijk. Wow, we zijn weer helemaal happy. Ik zei het toch, jongen. Wow. Ik zei het toch, van eten als je down bent. Yeah. Of als je emo bent. Of weet ik veel, je bent op je on your period. Ga eten. Yeah. Oh, hij is wel een beetje warm. We hadden ook allemaal ons period, volgens mij, deze Shaya en ik, volgens mij. Ja, Shaya. Als Shaya op haar period heeft, dan is wow. Ze echt... Dat is echt... Nee, maar eerlijk, het is, ik vind ook, je maakt samen ruzie, iedereen beide is zijn fout. Ja, weet je, en het gaat ook wel met goed. Iedereen, maar het is gewoon even kut. Wow. Wow, dit proeft gewoon naar bubblegum. Bubblegum. Proeven dan. Ja, bubblegum of zo. Maar geef me ook een hap, ik hou niet van ijs en wafels eigenlijk. Hier, dan moet je hier komen. Nee, dat is echt... Zo, hierbal. Ik ga gewoon voor die chocoladelolly, denk ik. Ik wil ook voor die gaan. We moeten nog een thumbnail maken, niet alles opvreten. Mag ik die proeven? Beetje droog. Er zit wel alles in je eentje te vreten. Ja, ze wilde te klagen, maar ze geeft me één hap. Ik proef naar kauwgombal, ik hou hier niet van. Maar oké, maar het zag er wel mooi uit. Geef me een hap dan. Wil jij dan, want ik hou er niet van. Oh, sorry. Nee, ik wilde, die had ik nog niet geproefd. Is dat ook kauwgombalsmaak? Wat nou? Ja, kauwgombalsmaak. Proef dit. Nee, serieus. Het proeft echt naar... Nee, proef dit. Candy Crush. Nee, proef dit. Nee, ik zweer. Alsof je een kauwgombal in je mond hebt of zo. Eerlijk? Zo, wat? Nee, dit moeten we niet nemen. Voor kinderen is het wel heel lekker, heel denk leuk. Ik. Ja, hè? Mag ik die proeven? En hoe proeft die suikerspin dan? Heb je dat al geproefd? Oké, proef dan. Sowieso is dat super spannend. Ik kan niet wachten. Dit is het, jongens. Oké, okay, geef. Dit is de winnaar. Ja. Winnaar. En geloof me, Goofy zei nee, die willen we niet. Ik zei wel, ik wil deze wel. Wat was dat ook? Een Oreo iets of zo, hè? Nee, die wafel. Kracht. Lekker, hè? Niet normaal. Niet normaal. Niet normaal. Ja, dus eerlijk, we gaan even een korte review geven, jongens. We zijn altijd wel eerlijk. We zijn altijd hartstikke eerlijk. Dit is de winnaar. Maar ja, dat is logisch als ik dat heb gekozen. Dit is de Oreo, lollipop, weet ik veel wat. Maar... En dit is de verliezer die Goofy heeft uitgekozen. Nee, dat is de verliezer. Dit is voor kinderen heel lekker. Ik vind de smaak wel echt lekker. Maar je moet gewoon van bubbel shit houden. Ik vind het echt niet. Ik vind dit ijs wel lekker. Nee. Je hoeft het ook niet op mijn schoot te zetten. Ik ga gewoon nog een hap nemen met wafels. Okay. Oh! Wat? Er zitten van die dingen in. Die een beetje zo sprinkelen in je mond. Hoe heet dat? Kletters. Kletter. Nee. Ik zeg je eerlijk, dit is echt niet normaal. Ik ga hier gewoon vaker voor terugkomen. Wat de hel? Ik vind het gewoon zonde. Wat gaan we hiermee doen? Nou jongens, zo zie je dus dat eigenlijk door het eten alles vergeten wordt. We zien, we lachen weer. We zijn weer vrolijk. We hebben suiker binnen. Het gaat helemaal top. Ja, clue van het verhaal is eigenlijk... Wat is het clue van het verhaal? Ik ben zo afgeleid. Ja, nee. Nee, clue of the story is... Always eat something that makes you happy. Toch? Ja, clue van de story is, als je ruzie hebt, als je emo bent, ga vooral eten. Doe waar jij gelukkig bij voelt. Ja, ik weet wel. Ja, ik weet wel. Feel good, life is food. Feel good, life is food. Ja, dat is echt een goede clue. Ja, eerlijk, dat is de clue. Nee, echt. Dat is de clue. Feel good, life is food, jongens. Ja, dat is een goeie. Ja, dus voel je goed, eet genoeg.
Ik hoop echt dat jullie je herkennen in zussen en broers of broer en zussen fights. En ook dat herkennen van dat je echt elkaars vijanden bent die dag. Je bent besties, maar ook gewoon echt vijanden, je kan soms elkaars vijanden zijn. Want aan zussen en gewoon tegen broers en zussen kan je alles vertellen. Maar je zegt echt de lelijkste dingen tegen, omdat je gewoon ook, zo close bent met elkaar. Ja, maar ik vind ook als je zussen hebt, dan heb je eigenlijk gewoon al je beste vriendinnen voor lijf. Ja. Niet, je mag wel een stukje. Dit is mijn. Neem ik nog heb dit uitgekozen. Daarna mag ik. Luister. Ik heb dit uitgekozen. Hij had gewoon met alle Oreo kruimels hieronder. Dat vind ik echt zonde. Vind ik echt zonde. Eerlijk. Hoor even wat ze zegt. Nee, je mag niet. Nee, je mag toen nog dacht één ik hap. Echt, wow, Shres. Kijk, een kauwgom zit erin. Oh. Bubbel, wow. Nee, bubblegum. Ja, wie gaat niet delen hoor. Jawel. Want jij helpt het wel. Nee, maar ik was aan het vertellen jongens. Ik heb wel nog een les geleerd. En dat is? Om niet te handelen uit emotie. Gisteren uit emotie en vanochtend uit emotie dacht ik echt gewoon van fuck alles. Fuck deze vlog, fuck alles. Nou, we wilden echt stoppen. En nu, ja, we wilden echt stoppen. Maar dan zie je maar, als je down bent. Ja, als je down bent moet je echt geen keuzes maken. Maar dat is ook als je, kijk, wij kunnen dan nog later met elkaar over praten. En dat het dan weer goed is. Maar ook vooral als je alleen bent, weet je wel. En die zit een beetje in een dip. Maakt niet uit. Emotie, handel niet uit emotie. Ga er gewoon nog een nachtje over slapen. Eet iets lekkers. En denk dan nog een keer na. Dat was mijn les. Ik heb zo niet geluisterd. Wat was het? Nee, moet je maar de vlog terugkijken. Oké, jongens, we gaan de vlog afsluiten. We houden van jullie. We love you. Lobby. We zullen jullie niet in de steek laten. Met jullie posten jullie ook... we natuurlijk weer. Ik bedoel, kijk. Bij deze hebben jullie ook gewoon nu... gezien dat we jullie echt niet in de steek. Want we wilden echt geen vlog uploaden. Maar we wilden echt geen vlog uploaden voor maandag. En we hebben het toch gedaan. Dus ik hoop dat jullie dat kunnen waarderen. Ja. Willen jullie ook gewoon aan jullie vrienden vragen of ze willen abonneren of even subscriben of zo. Ja. Die subscribes gaan echt omlaag. Ze gaan niet omlaag, het blijft hangen. Nee, het blijft hangen. We hebben die abonnees gewoon echt hard nodig. Wij zijn ook maar gewoon startende YouTubers. Wij doen het ook maar gewoon. Net, weet je, eigenlijk. Net. Met heel veel plezier. Maar weet je, subscribe gewoon. Oh, die kauwgom kan ik niet eens wijten hoor. Nou, je wilt toch delen met mij? Ja, kijk dan, ik wil toch wijten voor jou. Jongens, we houden van jullie. We zien jullie volgende week weer. Nee, met serieus. Good vibes. Wij zijn echt altijd in ons vlog gewoon good vibes. Eerlijk, wij zijn altijd good vibes. Dit is gewoon een cyclog. Dit is gewoon een cyclog, maar dit is realiteit. Gewoon, ja, oké. Okay. Nu gaan we er vandoor. Ja. Dus we zien jullie snel. Doei, Loepie. Van het huisje. Hobby.